Het uiterlijk van Zwarte Piet wordt veranderd op Haagse basisscholen. Mijn vraag hier in Rotterdam is, moet Rotterdam dat ook doen? Ik ga het navragen. Nee. Nee? Waarom niet? Zwarte Piet moet blijven Zwarte Piet. Dat is de traditie, hè? Volgens mij kunnen ze het gewoon hetzelfde houden. De veegpiet is misschien wel een goed idee, want het lijkt me dat iedereen tevreden is erover. Het is niet dat ik het niet snap. Ik snap het wel, maar goed. Het is altijd wel iets. Of het nou nu dit is, volgende keer is het weer iets anders. Dus ja. Ik vind het allemaal een beetje te veel gedoe. Denk ik van, ach joh, laat lekker zitten. De kinderen ook niet, die vinden het gewoon helemaal leuk. Die vinden het niet leuk als het witte pieten worden of gouden pieten. Nee. Dus zij bestaan niet, hun kennen het zo en wij kennen het ook zo. Maar hier heeft Sinterklaas ook altijd gewoon gevierd? Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben hier sinds 1973, hier in Nederland. En denkt u, want ik heb nou heel veel mensen gesproken en tot nu toe is niemand er geweest die heeft gezegd, nee, het moet veranderd worden. Denkt u dat dat aan Rotterdam ligt? Want waarom verandert Den Haag, de basisschool op Den Haag, het wel en waarom Rotterdam niet? Maar dit hoort gewoon hier. Sorry? Dit hoort gewoon hier, de Zwarte Piet. Dat is even oud. Wat zitten ze nou te zeuren? Ja, ze gewoon, waarom moet dat nou wat veranderen? Ja, gewoon traditie. Het is even oud. Traditie van de landen. Ja. En, waarom moet dat nou veranderen? Niks te commenteren over die verandering. Nee, het is traditie. Oudere mensen zijn toch ook, zwarte mensen zijn toch ook aardig? Ja. En dan, ja, dat is toch een traditie van Rotterdam? Nee, kinderen hebben nou nooit aan discriminatie gedaan. Die denken daar niet over. Nee hoor, ik zeg zwart blijft zwart hoor. Daar hebben wij nog nooit aan gedacht. Nee. Echt niet. De kinderen ook niet. Nee, zeker niet. De jongens zijn hartstikke leuk voor de kinderen. Ja. Niet dan? Ja, de kinderen zijn er blij mee, dus waarom zouden dan de volwassenen niet blij mee moeten zijn? Ik ben buitenlander hier. Ik moet aanpassen aan Nederlandse cultuur. Niet Nederland aanpassen aan mij. Ik heb het altijd gevierd. Ja. Van huis uit heb ik het ook meegekregen. Dus ik heb het niet zo, zeg maar, ik heb het nooit zo meegemaakt als andere mensen het meemaken. Dus, ja. Maar ik zeg ook, ik kan het begrijpen, maar ja, ik zelf sta er niet zo in. Dus. Ja, omdat het is een kinderfeest en ik bedoel, racisme wordt ook eigenlijk aangepraat. Hè. Want, wat vindt u ervan dat andere scholen of andere bedrijven, noem maar op, de Zwarte Piet aanpassen? Ja, ik vind het raar. Ja, want ik vraag me dan af, ik heb nu heel veel mensen hier gesproken en in Den Haag hebben ze het al veranderd. Of gaan ze het veranderen, sorry. Ja, Den Haag vandaag. Laten we het niet over Den Haag hebben, alsjeblieft, nu. Nee.